Drie keer is scheepsrecht. Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkenraad mag ik u allen hartelijk welkom heten. U hier aanwezig in de grote kerk in Naarden, maar ook u die nu of later deze dienst met ons meebeleeft. Wij voelen ons met elkaar verbonden. Onze voorganger vanmorgen is dominee Lennart Heuvelman. We zijn blij dat de kantorij weer een soort regelmaat gaat oppakken om mee te werken aan de dienst. We zijn blij dat jullie er zijn. U hebt Wiebe Kooijmans al horen spelen op het orgel. Diaken van dienst is André Bouke Kuiper. En Lilian Mansvelder-Potjer zal de lezingen doen. Dan gaan we nu de kaarsen aansteken aan het licht van de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid in ons midden. Neel, waar zit je? Wil jij dat doen? Onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus de Zoon, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen.
bidden wij tot God om zijn ontferming over de nood van de wereld. En prijzen wij zijn naam, want Gods goedheid en zijn barmhartigheid kennen geen einde. Laten we bidden. Voor wie zoeken. Zoeken naar een helpende hand om licht in het donker te vinden. Zoeken naar een luisterend oor om eindelijk eens gehoor te vinden. Zoeken naar een oog dat omziet, naar een mens in nood. Zo bidden wij. Voor wie verlangen. Verlangen naar de nacht. Omdat de dag nooit brengen zal waarop je hoopt. Verlangen naar morgen. Om het verdriet van gisteren en vandaag te vergeten. Verlangen naar toekomst. Omdat het verleden geen leven was. Zo bidden wij. Voor wie geloven. Geloven dat het helemaal anders moet in dit leven en daarvoor een hoge prijs betalen. Geloven dat er toekomst is en daar nu alvast iets van willen laten zien. Geloven dat het licht zal worden en anderen voor dat licht de ogen wil openen, bidden wij.
De Heer zij met u. Soms zouden we wel willen, maar we kunnen er niet omheen. Ook in de Bijbel staan nare, afschrikwekkende verhalen. Zoals eigenlijk in elke religie het geval is. Verhalen overeenkomstig het geloof van toen en een godsbeeld dat lang niet voor iedereen meer het onze is. Beelden daarvan zien we hierboven, en nu nog scherper, nog helderder door de nieuwe LED-verlichting. Maar het zijn ook verhalen die Jezus kende, waarmee hij groot geworden was. En Jezus legt nog eens uit wat ermee bedoeld wordt en stelt ze hier en daar ook in een ander daglicht, als de traditie van eigenwijze mensen er aan de haal mee was gegaan. De verhalen die in zijn hoofd zitten en hij gebruikt als hem door de schriftgeleerden het vuur aan de schenen wordt gelegd. In de profetische lijn van het voorgeslacht, waarin hij ook zelf staat, legt hij het nog eens uit en nu op zijn manier. En daarom slaan we ook vandaag die verhalen niet over. Niet uit het Oude en niet uit het Nieuwe Testament. Lilian. Lezing uit het Oude Testament, Maleachi 2, vers 10 tot en met 16. Hebben wij niet allemaal dezelfde Vader? Heeft niet één en dezelfde God ons geschapen? Waarom behandelen wij elkaar dan zo trouweloos en schenden wij het verbond dat hij met onze voorouders sloot? Juda heeft trouweloos gehandeld en in Israël en Jeruzalem heeft men zich gruwelijk misdragen. Juda heeft ontwijd wat de Heer heilig is en wat hij lief heeft. Juda is getrouwd met een vrouw die een vreemde God vereert. Moge de Heer iedereen uit het volk van Jacob stoten die iemand beschermt die zoiets doet. Iedereen die het voor zo iemand opneemt of voor hem offert aan de Heer van de hemelse machten. En verder. Jullie storten hete tranen op het altaar van de Heer. Jullie jammeren en kreunen omdat hij niet naar je offers omziet en ze niet uit jullie handen aanvaardt. En jullie vragen je af, waarom toch? Omdat je de vrouw met wie je je leven deelde trouweloos behandeld hebt. De vrouw met wie je in je jeugd een verbintenis bent aangegaan, waarvan de Heer getuige is geweest. Wie ook maar een beetje verstand heeft, doet zoiets niet. Want iedereen wil toch een nageslacht dat door God gewild is. Speel niet met je leven en behandel de vrouw van je jeugd niet trouweloos. Want de Heer, de God van Israël, zegt dat hij het verafschuwt wanneer een man zijn vrouw wegstuurt. Wie zoiets doet, besmeurt zichzelf met onrecht, zegt de Heer van de hemelse machten. Speel niet met je leven en gedraag je niet langer trouweloos. Thank you.
Lezing uit het Evangelie volgens Marcus 10, versen 1 tot 9 en 13 tot 16. Hij vertrok uit Kafarnaüm naar Judea en het gebied aan de overkant van de Jordaan. En de mensen verzamelden zich weer in grote getalen om hem heen. Hij onderwees hen, zoals hij gewoon was te doen. Er kwamen ook fariseeën op hem af. Ze vroegen hem of een man zijn vrouw mag verstoten. Zo wilden ze hem op de proef stellen. Hij vroeg hen, hoe luidt het voorschrift van Mozes? Ze zeiden, Mozes heeft de man toegestaan een scheidingsbrief te schrijven en haar te verstoten. Jezus zei tegen hen, hij heeft dat voor u opgeschreven omdat u zo harteloos en koppig bent. Maar al bij het begin van de schepping heeft de God de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één worden. Ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen, om ze door hem te laten aanraken. Maar de leerlingen berispten hen. Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen, laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie, wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan. Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.
kinderspel. Jezus heeft een bijzonder hart voor kinderen. Jezus vindt kinderen zo belangrijk dat hij ze omarmt en zegent en zelfs als voorbeeld in het midden plaatst, centraal en zichtbaar. Dat heeft iets aandoenlijks en iets vertederends. En af en toe zie je bij grote optredens van politici of beroemde mensen, met een hartelijk dank neemt een koning of een president een boeket bloemen aan dat door een klein meisje wordt aangeboden, geeft een aai over de bol. En zo scoor je bij het publiek en bij de kiezers en doe je iets aan je imago. Dubieus is dat. Bij Jezus is het omgekeerd. De kinderen zijn er niet om zijn imago te verbeteren, maar hij is er om hun imago te verbeteren. Bij zijn volgelingen, misschien ook wel bij ons. Jezus ziet hoe zijn leerlingen en vrienden een bepaalde groep mensen tegenhouden die bij hem wil komen. En wie deze mensen precies zijn, dat wordt niet gezegd. Het kunnen vaders en moeders zijn, ooms en tantes. Geen idee. Mensen brengen kinderen op de arm bij Jezus. En ik stel me zo voor dat het mensen zijn die het beste voor hun kinderen willen. En zo komen ze bij Jezus aan. Heel dichtbij komen ze in de hoop dat hij hun kinderen aanraakt en zegent. Maar daar steken de leerlingen van Jezus een stokje voor. En waarom eigenlijk? Kinderen zijn lastig, storende aandacht. Er moet vooral geen rommeltje worden rond Jezus. Dit is voor serieuze mensen die serieus willen luisteren. De leerlingen voelen zich een soort van veiligheidsdienst die Jezus in bescherming moet nemen voor opdringerige, vermoeiende mensen en kinderen. En Jezus wint zich daarover op. Zijn reactie is fel en heftig. We stellen Jezus vaak heel vriendelijk en alleszins begrijpend voor. Maar hier ergert hij zich aan zijn vrienden en leerlingen. Verrassend en onverwacht. Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet, want voor hen is het koninkrijk van God. De kring en de kerk rond Jezus mag niet een gesloten gezelschap worden. Blijf alsjeblieft open voor iedereen, juist voor kinderen. En waarom zou dat rijk van God nu juist voor kinderen zo toegankelijk zijn? Komt het omdat kinderen zo zuiver en onschuldig zijn? Ik denk eigenlijk niet dat Jezus zo sentimenteel en onrealistisch was. Kinderen zijn niet altijd braaf en volgzaam, niet alleen maar schattig en lief. Het zijn net mensen. En wat maakt ze dan tot voorbeeld voor volwassenen? Wat bijzonder is aan kinderen is dat ze kunnen vertrouwen. En psychologen hebben het dan over het oervertrouwen dat een kind heeft en ontwikkelt door zijn ouders en later ook door andere mensen. En wat typerend is voor kinderen is hun grote openheid en nieuwsgierigheid. Het is allemaal nog niet zo vastgelegd en vastgeroest. Ze staan open voor fantasie en de wereld van het onzichtbare. En daarin niet zo beperkt en zo absoluut in opvattingen als volwassenen. Kinderen doen niet zo ingewikkeld als het gaat om geloof en God. En wat bijzonder is, is die houding van ontvangen. En daarin zijn ze ons tot voorbeeld.
Kinderen worden vandaag ten voorbeeld gesteld vanwege hun spel en hun verbeeldingskracht. En volwassenen zijn dat vermogen vaak kwijtgeraakt. Volwassenen gaan gebukt onder plichten en zorgen. En we zijn vaker, soms meer dan ons lief is, teleurgesteld in het leven. Grote mensen hebben veel meegemaakt en soms verbitterd of cynisch geworden. Het zal allemaal toch nooit wat worden in deze wereld. Dromen van vrede, je verbeelden dat het ooit beter wordt. Veel mensen lukt het gewoon niet meer. En wat we vandaag niet hebben gelezen, is de profetie van Zacharia. En hij schetst Gods toekomst van geluk en vrede voor iedereen als een plein, als straten in Jeruzalem, waar ouderen in rust en vrede zullen zitten en waarop kinderen met elkaar spelen. Juist het woord spelen valt op. Het koninkrijk van de eeuwige, zijn toekomst is kinderspel. Ik neem u even mee terug naar een paar jaar geleden. En misschien was u daarbij toen we theologen en filosofen Christa Ambeek hier in de Grote Kerk te gast hadden. En ze hield daar een indrukwekkend verhaal en ik hoop dat u ook haar boek daarna gelezen heeft. En anders dan kan ik het alleen maar aanraden. Christa Ambeek heeft veel verdriet in haar leven meegemaakt. En openlijk schrijft ze over meerdere suïcides in haar familie. En over de impact die het had op haar als jonge studenten. De dood lijkt Ambeeks leven, denken en werken te overheersen. En ze schrijft over kwetsbaarheid en over overlevingskunst. Maar dan, als ook nog haar geliefde partner is overleden, krijgt haar enige dochter een zoontje. En Jozef, de kleinzoon, leert haar het belang van spelen en de kracht van verbeelding. En elke dag toont haar kleinzoon wat spelen is. Eenvoudigweg plezier scheppen in het bestaan. Met zijn vingertjes volgt dit kind een vlieg alsof het een wonder is. En houdt zijn moeder en oma voor de gek door te doen terwijl die wakker is, doet alsof die slaapt. In haar boek gaat Christa Ambeek in de leer bij andere filosofen en psychologen. En leert van hen hoe spelen van kinderen en het voorstellen van een andere mogelijke wereld dan de feitelijke onze, de basis is voor verandering. Als je in het kinderdagverblijf binnenloopt, word je omgeven door kleine prinsesjes in glitterjurken en superhelden in overalls. Kinderen hechten net zoveel waarde aan hun fantasiewereld als aan een echte wereld. En door te spelen scheppen ze voortdurend nieuwe en andere werelden naast de feitelijke werkelijkheid. Dit spelen van kinderen kunnen we vergelijken met al die wonderlijke verhalen, met inwijdingsrituelen, religieuze rituelen, mystieke ervaringen en toekomstvisioenen. En daarmee scheppen mensen samen een andere wereld, een wereld die beter, plezieriger, mooier en eerlijker is dan de echte. En zo'n verhaal lezen we ook vandaag. En die verlangde werkelijkheid wordt door Jezus aangeduid als het Rijk van God. En kunnen wij die ook door te spelen, te dansen en te zingen, door onze rituelen en onze verbeelding de wereld echt herscheppen, mooier, eerlijker, rechtvaardiger en liefdevoller maken? In het evangelie naar Marcus horen we Jezus zeggen:
Wie niet als een kind openstaat voor het rijk van God, zal er zeker niet binnengaan. Vaak is deze tekst uitgelegd om vooral heel kinderlijk te geloven. Om maar geen vragen te stellen bij alles wat je niet begrijpt of niet kunt rijmen met die liefde van God. Alsof een volwassen geloof soms niet mag twijfelen vanwege al die ellende, de tragiek van het bestaan. Het is geen oproep tot naïviteit, integendeel. Mensen brengen kinderen bij Jezus om ze door hen te laten aanraken, om ze door hem te laten zegenen. Grote mensen vinden zichzelf vaak erg belangrijk. In het hoofdstuk hiervoor in Marcus kunnen we lezen dat de leerlingen samen aan het bekvechten zijn over de vraag wie het belangrijkste is. Dat hield hen bezig. In de tijd van Jezus waren kinderen op zich ook heel belangrijk. Ze werden als een zegen van God ervaren, als verzekering voor de toekomst. Ze kregen een naam en werden bemind en gekoesterd. Maar kinderen moesten ook opgevoed worden en onderwijs krijgen, ingewijd worden in de geheimen van de Heer. En misschien denken de leerlingen van Jezus dat deze kinderen toch nog niets van Jezus zullen begrijpen. Dat ze nog niks belangrijks hebben in te brengen in die toekomst van God. En het lijkt misschien een onschuldig incident, maar niets staat er voor niets. Het wordt voor Jezus aanleiding tot een principiële uitspraak. Het rijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. En ik denk dat Jezus hier bedoelt dat het koninkrijk van God is voor wie is als de kinderen. Voor wie kunnen spelen en dromen. Voor wie zich die andere werkelijkheid kan voorstellen. Wie niet als een kind openstaat voor die andere werkelijkheid van Gods toekomst, zijn rijk, die zal er zeker niet binnengaan, zegt Jezus. En zo stelt hij die openheid en ontvankelijkheid van kinderen hier aan ons allen ter voorbeeld. Volwassenen willen het koninkrijk van God verdienen door hun eigen goede daden. We willen het zelf bewerkstelligen, ik zelf doen. We willen een eigen inbreng hebben, belangrijk zijn. En hoe moeilijk vinden we het om te ontvangen? We willen zelf de regie over ons leven houden. En dagelijks merk ik hoe moeilijk mensen het vinden om te ontvangen, om afhankelijk te zijn van de zorg van anderen. De leerlingen van Jezus leren hier om hun eigen inbreng, hun eigen eerzucht en belangrijkheid achter zich te laten. Zij en wij kunnen dat rijk van God niet bewerkstelligen, maar we moeten leren het als kinderen in ontvangst te nemen. Het wordt ons van de andere kant aangereikt. We mogen er als ouderen in vrede zitten en rusten en als kinderen spelen. Kinderspel. Misschien vinden we het ook zelf moeilijk om ons zo ontvankelijk als een kind op te stellen. Om ons over te geven aan zang en dans, aan dromen en verbeelding. Ik soms wel. En ook ik hou graag zelf de regie in handen. Maar het rijk van God behoort toe aan wie is zoals de kinderen. En dat is een oproep om te ontvangen. Een oproep tot spel en verbeeldingskracht. Een oproep om de visioenen van vrede en recht te blijven koesteren en doorvertellen. En er concrete daden van te stellen, want zo is het ook nog eens een keer. Om een lichtje
om een kaarsje aan te steken, een gedicht te lezen en hierover te mediteren, verhalen te vertellen en nieuwe mogelijkheden te zoeken naar verbondenheid, om ruimte te geven aan fantasie. Een oproep om te geloven in verandering. Te geloven in dat rijk van God dat Jezus ons heeft voorgeleefd. Kinderspel. Lieselore Gerritsen zegt het op een dag als vandaag als volgt. Oktoberzon, waar ben je? Geboortezon, de zon die ik verdien, want of hij op of onder gaat is niet te zien. Dat is waarom een oktoberkind, net als oktoberbomen, de hele dag het liefste zit te dromen. Oktoberkind, omdat jij niet vergaat. De allerlaatste zoete braam is de eerste die jij eet. De laatste warme zonnestraal verwarmt jouw eerste dag. En een laatste zwaluw die vertrekt is de eerste die jij zag. Dat is waarom een oktoberkind niet gelooft in laatste dingen. Het zal een herfstdag zijn, als een lentedag bezingen. Mogen het zo zijn. Amen.
En zo gaan we over tot de dienst van gebeden en gaven. Laat ik bij die gaven beginnen. We kunnen nog steeds niet collecteren in de kerk zoals we dat gewend waren, met het doorgeven van de zakjes. U kunt wel, als u fysiek, om zo maar te zeggen, geld wil geven, dat in de mandjes doen die bij de uitgang staan. Wat we ook binnenkort willen gaan proberen, dat is om tijdens de dienst op de plek van gebeden en gaven zomaar even een paar minuten muziek te hebben. Dan tijdens die muziek kunt u met uw mobiele telefoon scannen wat op de liturgie staat om zo digitaal geld over te maken. Dat lijkt toch even heel bijzonder allemaal, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik in de afgelopen tijd in andere plekken daar goede ervaringen mee heb. U wordt daarmee niet tot een nummer, integendeel. Want u blijft een mens met een gezicht. Maar gezien alle beperkingen moeten we soms ook wat. En dat is dit. Wat gelukkig weer wel kan, is dat de bloemen uit de kerk worden rondgebracht. In plaats van alleen een bloemenkaart, zoals we dat in de afgelopen anderhalf jaar iedere zondag deden. En de bloemen van deze zondag worden als teken van meeleven en groet van ons allen bezorgd bij Gerrit en Ineke Kievit in Huizen, als teken van meeleven rond de gezondheid van Gerrit en hun beide dochter Marit. Mag ik u voorgaan in dankgebed en voorbeden? Altijd en eeuwig aanwezige, wij komen tot u. Met al onze volwassen onzekerheid, onze volwassen twijfel, ons gebrek aan voorstellingsvermogen en fantasie soms. Help ons ook zelf die woorden waar te maken, door te geloven als een kind, ons open te stellen voor die andere wereld, ons te laten verrassen door wat er kan. Zo bidden wij voor allen die het geloof in uw toekomst zijn kwijtgeraakt, omdat de wereld van hier en nu dat zo vaak en zoveel en op zoveel plaatsen tegenspreekt. Want die wereld zoals door u bedoeld lijkt nog zo ver weg. En we weten wel hoe het moet, maar het glipt ons door de vingers. Beziel ons door uw geest, richt ons op, keer ons ten goede. Dat wij mens zullen zijn naar uw beeld en gelijkenis en uw aarde zullen bewaren, een hulp zijn voor elkaar. Laat ons in alle verscheidenheid het beeld voor ogen houden van een veelkleurige, bewoonbare aarde, waar plaats is voor alle volken, omdat wij uw mensen zijn, die u herkennen in het gezicht van de naaste. Waar wij zien of minstens weten dat mensen om ons heen om uw en onze hulp verlegen zitten. Mensen die ziek zijn en misschien pijn hebben, die rouw dragen en zich alleen voelen. Allen die lijden aan het gewicht van het leven. God, wees aanwezig, kracht en moedgevend. Licht in onze duisternis. Wees aanwezig door onze helpende handen en onze bewogen harten. Zo zoeken we u ook in de stilte.
met de woorden die Jezus voor ons gebeden heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.